Hier heeft Vitesse lang op moeten wachten. Georgi Santuria zet zijn handtekening onder een contract tot 2014. Omdat het Georgische talent van buiten de Europese Unie komt, kreeg hij geen werkvergunning tot zijn 18e verjaardag. En dat is vandaag. Finally, I am 18 years and today is I think best day in my life and I am very happy to sign contract with Vitesse. Vorig jaar kwam Mirab Jordania met hem en we konden er nog niet aan zitten. Dat was een kwelling, zowel voor ons als voor hem. De verwachtingen zijn hoog gespannen, want op de trainingen en in oefenwedstrijden tonen Santuria al zijn bijzondere kwaliteiten. Hij is een van de grotere talenten van Europa. I'm here because I would like to confirm to everybody that it's really day of beginning of new future of Vitesse. Ja, de Duitsers hebben een geweldig woord voor zo'n speler. Flügelflitzer. Gio is linksbenig, maar erg goed van rechts. Heeft een zeer individuele actie en een buitengewoon bombastisch schot. Hij is een killer. Vorig jaar speelde Santuria nog in de jeugd van Barcelona. Maar Mirab Jordania lokte zijn talentvolle landgenoot naar Arnhem. Hij moet een belangrijke rol gaan vervullen in het nieuwe Vitesse. Dat gaat strijden om de landstitel. It's difficult to say first year to gonna be champion, but why not second or third? In het restant van deze competitie mag hij nog niet spelen voor Vitesse. Maar volgend seizoen gaat Santuria helemaal los.